Tijdens de inauguratie van president Joe Biden droeg de 22-jarige dichteres Amanda Gorman een gedicht voor dat diepe indruk maakte over de hele wereld. Onder andere vanwege haar fenomenale presentatietechnieken. Wat kun jij daarvan leren? Dat bespreek ik met je in deze video. Een gedicht voorgedragen in het niet meest toegankelijke Engels en toch wist de dichteres miljoenen mensen wereldwijd mee te slepen in haar presentatie. Onder andere kwam dat door het zeer goed gebruik van haar handen en haar armen. Gormans armen en handen waren continu in beweging zonder dat het afleidde van het verhaal. Sterker nog, haar handgebaren ondersteunden haar verhaal. Eigenlijk leek het erop alsof ze met haar hele lichaam het tempo en het ritme van het gedicht bepaalde. Zie hier een voorbeeld. We, the successors of a country and a time, were a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother, can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. Ja, de vraag is natuurlijk, wat kun jij hier nu zelf mee? Want zo zwierig als Amanda Gorman kun jij toch echt niet jouw eigen presentatie voor een zaal professionals houden. Toch zijn een aantal dingen wel toe te passen. Bijvoorbeeld je handen zo op te steken wanneer je een vraag stelt aan de zaal. Of aan te geven dat je twee punten heel erg graag wil benadrukken in jouw verhaal. Kortom, handgebaren zijn prima toe te passen in een presentatie en kunnen je verhaal visueel enorm ondersteunen. De tweede techniek die Gorman inzette was die van het versnellen en vertragen van haar spreektempo. Af en toe dan nam ze je mee door een enorme versnelling toe te passen in haar verhaal, alsof het een soort golf was die je ergens naartoe bracht om uiteindelijk te eindigen bij het punt dat ze echt wilde benadrukken. Zie hier een voorbeeld. We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. Het variëren met tempo en volume in je verhaal is ongelooflijk belangrijk om de aandacht van je publiek vast te houden. Een spreker moet wel een heel erg interessant verhaal hebben, wil die met een monotone toon het kunnen vertellen. Het is namelijk de beste garantie wanneer je monotoon spreekt op hetzelfde volume om je publiek langzaamaan in slaap te sussen. Kortom, varieer in volume en varieer ook vooral in tempo. Tot slot speelde Amanda Gorman, zoals dat hoort in een gedicht, met taal. En dat droeg er enorm aan bij dat ook diegenen die wellicht de inhoud door het Engels niet in één keer heel goed konden volgen, toch geboeid bleven luisteren en het gevoel hadden dat het verhaal logisch was, krachtig was en klopte. En in dit kleine fragment waar we nu even naar gaan kijken, combineert ze een tegenstelling met een alliteratie en daar zit ook nog een keer een herhaling in. Het is heerlijk duidelijk om naar te luisteren. Kijk maar. That even as we grieved, we grew. That even as we hurt, we hoped. That even as we tired, we tried. That we'll forever be tied together, victorious. Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. Nu kun je natuurlijk niet tijdens een presentatie die je geeft op eenzelfde manier alle taalregisters opentrekken als tijdens een gedicht. Maar een aantal van die technieken kun je wel degelijk gebruiken. Bijvoorbeeld als je aan het begin van een presentatie zegt dat je gaat praten over principes, parallellen en perspectieven. Of je kunt aankondigen dat het in Nederland er niet om gaat wie het meeste verdient, maar dat het erom gaat wie het meeste bijdraagt. Twee simpele taalvondsten die, als je ze verwerkt in je speech, er absoluut toe bijdragen dat mensen het makkelijker kunnen volgen, maar het ook krachtiger en overtuigender overkomt. Gebruik ze dus. Tot zover de drie lessen die je kunt trekken uit het gedicht van dichteres Amanda Gorman. Gebruik je handen, wissel met spreektempo en gebruik stijlfiguren. Wil je nu zelf je presentatietechnieken verder verbeteren, dan ben je uiteraard bij het Nederlands Debatinstituut aan het juiste adres. Download bijvoorbeeld onze brochure op de website of meld je aan voor de 5 gratis overtuigtips. Hoe dan ook,
Spreken leert men door te spreken. Oefen ermee en heel veel spreekplezier.